De actie Dagen zonder vlees zit er alweer op. Na 40 dagen geen vlees of vis te eten, vroegen wij ons af wat de voordelen zijn en hoe je dan aan zo'n vegetarische maaltijd begint. Oh, eerst en vooral moet je natuurlijk echt wel lekkere groentjes hebben. Hè. Lekkere groentjes, zoals zij, ja, je ziet ze hier eigenlijk allemaal al liggen. Knolselder, dit is een knolselder, daar kan je heel lekkere puree van maken. Komkommer op een zakje met aardappels, het ziet er weer helemaal raar uit, maar eigenlijk is het ook kei lekker. Dat zijn kiemen van prei en van andere kleine plantjes. Het smaakt heel erg sterk, maar het is super gezond. Natuurlijk ook die heel lekkere walnoten. Die walnoten zijn super goed. Voor in een slaatje te doen. We eten veel te weinig zaden en veel te weinig rauwe noten, behalve in brood nauwelijks nog. Dus ook vleeseters zouden beter af en toe een nootje bijsteken. Ook organisaties zoals EVA en Campus Zuid werken samen om studenten het ecologische aspect van vegetarisme te leren kennen. Dat doen ze bijvoorbeeld door kookdemonstraties te geven. Zijn jullie normaal vegetarisch? Ik heb wel, maar nog volledig. Ik heb wel vis. Ja. En wie is een paar? Moest dat allemaal? Ja, dat is ook wel tamelijk veel. We proberen er zo wel op te letten. Alle kruiden zijn in het midden. Ik heb onze aan jantjes. Vind je het moeilijker om vegetarisch te koken dan bijvoorbeeld vlees of vis te gebruiken in gerechten? Nee, want ik ben ook niet zo goed met vlees bakken, dus het is misschien zelfs makkelijker. Dat er een prijsverschil is tussen vlees eten? Ja, tuurlijk. Op het algemeen, veel vleesvervangers gelijk als jij gewoon een eitje eet in plaats van een stukje gehakt of zo, dat is veel goedkoper natuurlijk. Het is wel niet altijd het geval. Je hebt soms ook dingen binnen, vegetarische alternatieven die soms al iets duurder zijn in de winkel dan een equivalent stukje vlees. Maar ik denk dat gemiddeld genomen zeker goed opereren. Nog niet overtuigd van de voordelen van vegetarisme? Luister dan nog eens naar de 3 gouden redenen van onze specialisten. Ten eerste, je helpt de natuur enorm mee, want 18% van de uitstootgassen van ethaan zijn afkomstig van de landbouwindustrie. Ten tweede, koeien en de schapen zullen nu heel erg dankbaar zijn als je één dagje in de week geen vlees meer eet. Ten derde, ja, het kan gewoon enorm lekker zijn en wie zin heeft voor een avontuurtje in de keuken, kan misschien wel eens proberen om vegetarisch of zelfs veganistisch te koken.